Hongarije, lid van de Europese Unie, voerde de afgelopen tijd een aantal omstreden grondwetwijzigingen door die de regering van premier Viktor Orbán meer macht geven. Zo is de rechterlijke macht ingeperkt en de persvrijheid aan banden gelegd. Media die kritiek hebben op de regering worden monddood gemaakt. Brussel keek lange tijd stilzwijgend toe, maar lijkt nu wakker geschud. Europa-correspondent Saskia Dekkers reisde naar Boedapest. They made like a kind of war against us, trying to demonize us, trying to say that we are doing it just for showcase. And when they couldn't do anything with this protest and they saw that more and more people are coming, like first they're using like reflectors, using the same songs, two songs from 15th of December, day and night, just to make us mad. Many didn't work. In the morning around 5:30, like 20, 30 security guards tried to push the people out. And finally on 27th of December, they fired me and my colleague Aranka. De televisiejournalisten Baloch en Aranka zijn een symbool geworden van het protest tegen de aantasting van democratie in Hongarije. 21 dagen waren ze in hongerstaking tegen de manipulatie van nieuws op de staatstelevisie. Hun actie is nu overgenomen door anderen. It was not dangerous at all. It was a smart, nice demo without violence. But after 2 or 3 hours, the police forces were fed up with us. We've been arrested. In a normal democratic constitution, the citizens are free. The government is controlled, supervised. There are many checks and balances into the system. In the new Hungarian constitution, citizens are controlled. They said but how they should live in Hungary, in which way they can be a good Hungarians, and the government is free. Hongarije, een land in het hart van Europa, is aan het veranderen in een autoritaire staat, waar één partij alle macht naar zich heeft toegetrokken. Leider Viktor Orbán van de rechtspopulistische Fidesz-partij haalde in 2010 een grote meerderheid in het parlement. Hij heeft de grondwet zo veranderd dat er grote ongerustheid is ontstaan. I can say that the new constitution is significantly weakening the democratic controls of the government. In which way? In weakening the media, which is an obvious control mechanism, weakening the court system, weakening the constitutional court, weakening the state audit office, and even weakening the prosecutor's office competences. As a person who was very young in the last regime, in the dictatorship, I do not want to live anymore in a system where I should have a fear for my opinion, for anything. And I think that's what I would tell to other people, that you should stand up. You shouldn't wait for governments change to be something different. You should stand up for your rights. From the 1st of January, just one person can decide who will be judge and who will be not judge, who will be promoted and who will not be promoted. And this person is one person without any kind of appeal, without any kind of control. It's absolutely unprecedented. The person who became the president of the National Court office, she is accidentally the wife of a Fidesz leader, Mr. Szájer, who was one of the founding father of the new constitution. Europa was druk met de eurocrisis en had weinig aandacht voor Hongarije. Maar nu komt er kritiek uit Brussel. Vraag is of de Hongaarse regering daarna luistert. The constitution belongs to the Hungarian people and to the sovereignty of the Hungarian parliament. And of course, we are in a continuous negotiation, discussion with our international partners. We consider everything they say. If it's necessary, say, as it happened with the Hungarian media law back in February, March last year, we amend it. But otherwise, we consider the Hungarian constitution, the Hungarian laws, as a Hungarian internal affair.
De socialistische oud-premier werd verweten dat hij tijdens zijn bewind te laks was. Maar volgens hem trekt zijn tegenstander Orbán te veel macht naar zich toe. Orbán believes much better and much deeper into the state-controlled and own economy than most of the Western type of politicians. And at this point, he is a follower of Mr. Putin. Putin believes that the strength of Russia comes from the strength of his government, on the strength of the Russian state. This is the very same what Mr. Orbán thinks. Veel kiezers lijken zich nu af te keren van Orbáns partij. In de wijk waar veel op hem werd gestemd, horen we emotionele reacties. Azt szeretném üzenni Európának, hogy ne tévesszék össze Magyarországot és a magyar kormányt, tegyenek különbséget. So let me repeat it in English. I would like to ask you, everyone in Europe, please differentiate between the Hungarian government and the Hungarian people, because this government has been illegitimate. Illegitimate. So we don't support this government. Please don't punish the Hungarian people. Even those who voted for Fidesz hasn't got any idea about the deepness of the changes and the direction of the changes. It's obvious that within the last 1.5 years, Fidesz lost more than half of its voters, and a large part because of the economical hardship, but even another large part is because of the direction of the changes. Neuroloog Thomas, broer van journalist Balázs, is in verwarring. Hij steunde de hongerstaking van zijn broer, maar hij geloofde ook oprecht in de veranderingen van premier Orbán. Protestszavazatokkal nyertek, mert annyira elégedetlenek voltak az utolsó 8 év kormányzásával. Te is Fideszre szavaztál, mi? Én is Fideszre szavaztam, igen. The dismantling of democracy is not, I do not agree with it, because it's a selfish goal. It's not the interest of the country and the people. It's only to keep their power. What Europe should do, you should stand up, should be very firm, should consider Orbán as somebody who is not respecting the basic rules of the club, of the European community, the basic values, and should be treated like that. So you should be said very openly. Bij mij aan tafel Europa-correspondent Saskia Dekkers. Saskia, je bent gisteravond teruggekomen uit Boedapest. Wat is jouw indruk? Maakt men zich terecht zorgen over de situatie in Hongarije? Nou, wat me wel opviel, ik was een jaar geleden ook in Boedapest vanwege de mediawet. En nu waren mensen veel meer ermee bezig. Ze begonnen er uit zichzelf over en ik voelde ook veel meer ongerustheid. En Hongaren zijn geen mensen die makkelijk demonstreren, niet zoals de Fransen of de Grieken. Maar deze week nog, maandag, gingen er tienduizenden mensen spontaan de straat op tegen die grondwet. Het lijkt net alsof ze wakker geschud zijn. En ik denk dat het een beetje met het verleden te maken heeft. In Polen bijvoorbeeld hebben mensen veel langer moeten vechten voor die democratie. En toen waren Hongaren al eerder vrij en maakten zich veel drukker over hun economische situatie, of ze een baan hadden en geld verdienden. En nu ineens zien ze dat ze zich druk moeten maken om een grondwet en moeten kijken van, hey, wat is er met onze democratie aan de hand? En daar zijn ze zelf wel verbaasd over. Ja, maar het is wel een democratie en de mensen hebben wel zelf deze Viktor Orbán met grote meerderheid gekozen. Zeker, en met een hele grote meerderheid. 54% van de stemmen is hij gekozen. En nog niet zo lang geleden ook. Maar het was wel vaak ook een proteststem. Mensen waren het communisme zat. Ze waren de socialistische regering meer dan zat. En ze hadden hun hoop op Orbán gevestigd. Ze dachten ook, misschien gaat hij het land wel veranderen. En nu ineens zien ze dat de dingen toch anders gaan en beginnen ze te twijfelen. En dan hebben ze het niet eens altijd over die grondwet, maar ook over andere regels. Bijvoorbeeld dat op hele belangrijke posten, zoals de rechterlijke macht, de mediacontrole, dat daar mensen worden geplaatst die alle macht in handen krijgen, die heel veel invloed zullen hebben en die soms voor 9 jaar benoemd worden. Dus ook al zou Fidesz over 2 jaar de verkiezingen verliezen, dan nog heeft die partij op heel veel plekken invloed. En een ander ding waar mensen het over hebben is, wat is het alternatief? Stel dat mensen hun vertrouwen in deze partij kwijtraken. Wat is het alternatief? De laatste verkiezingen en peilingen heeft één partij het eigenlijk wel goed gedaan. En dat is de Jobbik-partij,
een extreemrechtse partij die mensen ook soms fascistisch, antisemitisch noemen. En de kieswet is ook zo veranderd dat als je straks 30% van de stemmen hebt, dat je toch 2/3 meerderheid in het parlement krijgt. Dus dan is er ook een grondwet waar je veel kanten mee op kunt. Dus dat maakt mensen wel ongerust, ook al is het zover natuurlijk nog niet. Ja, maakt mensen ongerust, ook Europa ongerust, Brussel. Maar wat kan Brussel doen? Nou, Brussel doet al wat. De voorzitter van de Europese Commissie, Barroso, heeft een flink kritische brief geschreven met ook vragen. Europa was bijvoorbeeld de afgelopen tijd in Budapest samen met het IMF om te kijken of er een noodlening gegeven kon worden. En toen is er gewoon gezegd, we breken de gesprekken af, want we willen de zekerheid dat de Europese Centrale Bank zijn onafhankelijkheid bewaart. Want ook daar waren weer mensen aangesteld waardoor die onafhankelijkheid in het geding kwam. Precies. Ja. Nou staat Hongarije er economisch ook heel slecht voor. Hè? En gisteren hoorden we dat ook kredietbeoordelaars het land eigenlijk de junkstatus hebben gegeven. Ja, de junkstatus, dat wil zeggen dat de kans heel groot is dat het zijn schulden niet kan terugbetalen. Het land staat echt op de rand van een bankroet. Dus dat maakt de situatie er niet makkelijker op. En ook die politieke onzekere situatie heeft weer invloed op de economie. Je ziet dat buitenlandse investeerders wegblijven, want welke kant gaat het land op? En je ziet aan de andere kant ook dat de forint, de nationale munt, enorm is gedaald de afgelopen weken, maanden in waarde. En dat maakt het leven voor de Hongaren er niet makkelijker op. Dankjewel voor jouw commentaar, Saskia Dekkers.